Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video en in deze video gaan we een sixpack kweken. We gaan verschillende oefeningen doen voor de buikspieren en ik ga bij elke oefening ga ik goed uitleggen wat je moet doen en waar je op moet letten. Maar voordat we gaan beginnen, vergeet niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren zodat je meer van dit soort video's kan gaan zien. Heel veel succes met trainen! Alright, dan gaan we beginnen met normale crunches. Persoonlijk vind ik het erg handig als je handen op je been zet, want dan kan je van je bovenbeen tot over je knie gaan glijden met je handen. En dan weet je precies tot hoe hoog je moet komen. Zoals je ziet is mijn onderrug goed op de grond en komt mijn bovenrug een klein beetje van de grond af. Hoger dan dat is niet nodig. Zorg er ook voor dat je uitademt op het moment dat je omhoog gaat en inademt op het moment dat je naar beneden gaat. Zo hou je de meeste spanning op je buik. Verder probeer gewoon goed je nek ontspannen te houden. Natuurlijk is dit wat lastig omdat je hem toch overeind moet houden. Maar probeer voor zover je het kan je nek te ontspannen. En je kijkt nu naar Sander, naar een vriend van mij. Hij doet een klein beetje zijn benen omhoog op het moment dat hij omhoog gaat. Probeer echt goed je voeten op de grond te houden. Je hoeft niet eens helemaal zo ver omhoog als hij doet. Hij is helemaal gesloopt. Je kan ook wat minder ver omhoog op het moment dat het wat zwaarder wordt. Dan hebben we hier een variatie erop. Je moet natuurlijk wel zo'n bankje hebben in de omgeving. Maar je kan ook je voeten onder je bank doen thuis. Dan kan je deze oefening ook doen. En dan gewoon lekker op een zacht matje. Zoals je ziet ga ik nu steeds een klein beetje omhoog. Dan pak je eigenlijk voornamelijk de bovenste buikspieren. En hou je goed die spanning erop. Zoals je ziet ga ik nu verder omhoog. En dan heb je dus minder de spanning erop. Alright, de volgende oefening. Hierbij ga je op je rug liggen en dan leg je je handen onder je billen en je zwaait je been omhoog. Probeer het niet te doen zoals je nu ziet. Dus probeer niet je benen op de grond te leggen, want dan ga je zoals je ook ziet je onderrug helemaal hol maken. Dus probeer het en ook niet inderdaad zo te doen, want dan ga je veel te ver omhoog en dan gaat je onderrug van de grond af. Dus probeer het op deze manier zoals je het nu ziet te doen. Zo hou je je buikspanning erop, je onderrug blijft recht en je blijft gewoon rustig doorademen. En je ademt uit op het moment dat je benen omhoog zwaait en je ademt in op het moment dat je benen omlaag gaat. Dan kan je deze natuurlijk ook op een bankje doen of op de vloer voor je eigen woonkamerbank. Probeer hier ook gewoon je onderrug goed recht te houden op het bankje. Je ziet dat ik nu mijn billen iets omhoog gooi. Dat is in principe goed, hoeft niet per se, het mag wel. Probeer ook je benen goed gestrekt te houden, zo maak je de oefening nog wat zwaarder. Dan gaan we de hielen aantikken. Probeer je bovenrug een klein beetje op te tillen. Op deze manier activeer je nog meer je buikspieren. Mocht dit nou te zwaar zijn, kan je het ook doen zoals ik het nu doe. Dan blijf je wat meer liggen op de grond en dan ga je wat meer schuin heen en weer. En op deze manier ga je dus een klein beetje met je bovenrug van de grond af. Dan heb je, dat is net wat zwaarder, je activeert net wat meer de buikspieren. Bij deze oefening geldt ook weer, adem in op het moment dat je naar beneden zakt en adem uit op het moment dat je naar voren gaat. Dan gaan we even 45 seconden planken. Jullie kennen de oefening allemaal wel. Probeer je billen goed recht te houden met je onderrug in één lijn. Dus je bent één lijn, een mooie plank. Zet je ellebogen recht onder je schouders en leg je handen rustig neer op de grond. Op het moment dat je meer naar voren of naar achter gaat leunen op je schouders wordt het ook weer zwaarder. Hier, nu zie je dat ik mijn billen eigenlijk nog vrij hoog heb. In principe is dat goed. Dat is denk ik mijn dikke booty. Nu heb ik hem wat lager. Dan wordt het wat zwaarder. Als het goed is ga je na een tijdje wel lekker trillen. Hou dan gewoon even vol. Blijf daar doorheen gaan. En dan kan je na je 45 seconden weer lekker rust houden. De volgende oefening. De schuine buikspieren. Probeer je onderrug lekker op de grond te houden. Je bovenrug een klein beetje van de grond af. En probeer je ellebogen naar je knie toe te brengen. Draai lekker mee met je hoofd en probeer je nek zoveel mogelijk ontspannen te houden. Hoe verder je benen uitstrekt, hoe zwaarder de oefening natuurlijk wordt. Alright, de volgende oefening. Leg je handen onder je billen en ga met je benen heen en weer over elkaar. Probeer lekker snel op hoog tempo over elkaar te gaan. De voeten echt langs elkaar bewegen.
Deze oefening is heel erg goed voor je onderbuik. En probeer zoals ik nu doe ook gewoon lekker je hoofd op de grond neer te leggen. Dan is je nek ook lekker ontspannen, dat is wel zo fijn. Mocht je dit een zware oefening vinden, hou dan je benen wat verder omhoog. Dan haal je wat meer van de spanning van je buik af. En kijk ook even hoe je je handen onder je billen plaatst. Het kan fijn zijn om je handen wat meer onder je billen te doen op het moment dat je moe raakt. Dan heb je net wat meer stabiliteit en kracht over. Dan gaan we verder met de onderbuikspieren. We gaan even fietsen. We gebruiken geen elektrische fiets, dus je moet hard aan het werk. Probeer je voeten ongeveer op deze manier te doen, dat je lekker snel kan trappen. Op het moment dat je voeten verder naar voren doet, dan is het wat zwaarder. En op het moment dat je ze zoals nu wat meer omhoog doet of wat dichter bij je buik doet, dan is het weer wat lichter. Dus varieer er zelf in wat je zelf fijn vindt. Alright, de volgende oefening is een hele pittige oefening. Dit is zowel voor de bovenbuikspieren als de onderbuikspieren. Je houdt je benen zo gestrekt mogelijk omhoog in een rechte lijn. En met je handen probeer je hakken aan te raken. Probeer je bovenrug lekker van de grond af te krijgen. En op een lekker tempo je hakken aan te raken. Probeer natuurlijk gewoon zo hoog als je zelf kan te komen. Hoe hoger je komt, hoe zwaarder het is. Je ziet, hij is helemaal gesloopt. Ik doe hier dezelfde oefening. Ik doe hem misschien net wat anders. Ik ga iets verder met mijn handen naar buiten en naar achter. Dan maak je het nog zwaarder. En zoals ik het nu doe is het wat lichter. En zo is het dus weer wat zwaarder. Ook heb ik mijn benen net wat meer gestrekt omhoog. Dat kan gewoon liggen aan wat langere hamstrings. Dat is bij iedereen natuurlijk anders. Doe gewoon wat jij kan doen natuurlijk. Dan een oefening voor je billen en je hamstrings. Zowel voor mannen als vrouwen natuurlijk. Probeer je billen zoveel mogelijk aan te spannen en je heup omhoog te doen in een rechte lijn. Hoe verder je je benen naar voren zet, hoe zwaarder het wordt. En hoe dichter je je benen naar je toe zet, hoe makkelijker het is. Je kan hem ook op één been doen als je hem te licht vindt. Probeer dan de knieën naast elkaar te houden en hem op dezelfde manier uit te voeren. Dan alweer de laatste oefening voor zowel de onderbuikspieren als de bovenbuikspieren. En hierbij heb je aardig wat balans nodig. Probeer je rug en je benen op hetzelfde moment omhoog te houden. En je ziet het, ik ben helemaal gesloopt. Ik had wat langer rust moeten houden. Maar dit is ook een hele fijne oefening. Yes, dit was deze video weer. Ik hoop dat jullie helemaal gesloopt zijn. Dat jullie binnenkort een mooie sixpack krijgen. Natuurlijk is trainen niet voldoende voor een sixpack. Hiervoor moet je vetpercentage rond de 10% liggen om hem goed te kunnen zien. Mocht dit het geval zijn, dan is dit een goede workout voor je om een sixpack te krijgen. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren, zodat je meer van dit soort video's op mijn kanaal kan zien. En deel het met je vrienden, zodat die ook een sixpack kunnen krijgen. Een mooie challenge natuurlijk. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie weer bij de volgende video.